Goedendag, je kijkt naar het weerbericht van Weerplaza.nl. Op de satellietfoto wolkenvelden boven ons land. Maar het is op veel plaatsen droog vanochtend. En nu en dan is de bewolking wat dunner en breekt de zon toch geregeld door. En dat is met name in het oosten van het land het geval. De temperatuur vanochtend 8, 9 graden. En er staat een matige zuidoostelijke wind. Aan zee waait windkracht 5. Ook vanmiddag zien we wolkenvelden met nu en dan de zon erdoor. En het wordt 11 tot 12 graden. In het westen wordt de bewolking later wat dikker en is kans op een spat regen of motregen. Vanavond is ook in de rest van het land de bewolking wat dikker met nu en dan wat regen, maar op veel plaatsen zal de avond droog verlopen en de temperatuur daalt naar 8 graden. En morgen ziet het er aardig uit, het is overwegend droge dag, alleen in het noordwesten kan een enkele bui vallen. Er zijn wolkenvelden, maar ook wel wat zon en het wordt 11 tot 12 graden bij matige zuidelijke wind. Dinsdag is een droge dag en dan wordt het nog een graadje warmer, 13 graden in het zuiden. En ook dan waait de wind vanuit het zuiden. Woensdag en donderdag wordt het licht wisselvallig met kans op een bui. Maar de temperatuur blijft aan de hoge kant voor de tijd van het jaar. Ik ben Diane Woei van Weerplaza.nl.